Ik sta hier naast Janneke en we zijn bij het zwembad, maar ik ben benieuwd eigenlijk, waar doe jij mee met WPFK? Met golf. Golven? In een golfzwembad? Nee, Richard. Ik doe inderdaad mee met zwemmen. De 50 meter borstkruil en de 100 meter borstkruil. Ah, oké. Okay. Ja. En hoe bereid jij je dan voor? Of hoe vaak train jij? Nou, ik train 3 keer in de week. Lig ik in het zwembad en krijg ik goede trainingsschema's. En daarnaast 2 keer in de week krachttraining nog. Dus ik probeer wel mezelf redelijk goed voor te bereiden op het evenement. Nou, dan zullen we eens even binnen gaan kijken dan nou, helemaal goed. Hoe jij dat doet. Yes. Zo, we zijn binnen. Yes. En we zijn in het zwembad. Ja. En achter ons ligt de baan al. We hebben hier 2 banen gehuurd voor de 24 uur. Om te duiken en om te trainen. We gaan even inzwemmen, denk ik. Ja, dat gaan we zeker doen, Richard. Ik ben warm, dus ja? We kunnen ervoor. Ik denk dat het tijd is voor de challenge. Ja, dat doen we bij iedereen dat we gaan volgen bij de WPFK. Dus ik ben benieuwd. Super stoer. En ik denk allemaal dat je me eruit gaat stemmen. Maar ja, ik stel voor om maar gewoon simpel te houden. Gewoon lekker even 1 baantje, volle bak naar de overkant. 50 meter, borstkraal. Oké. Okay. Ja, je mag de vlinderslag, maar ik heb het je net zien doen. Ik zou voor de borstkraal gaan. Je hebt ook een muts, maar. Ik heb een speciaal voor Richard. Het moet toch lekker door het water heen kunnen. Ja, dat is ook heel veel weerstand. Een mooie badmuts, dus zet hem maar eens lekker op. Oké. Ja, en voor al zijn haar in. Ja. Het voelt alleen al snel. Ja. 3, 2, 1, go! Nou, dat ging boven verwachting goed eigenlijk. Ja, wij krijgen van dezelfde. Jij hebt dezelfde training gehad denk ik als wij. Met hoe je precies je arm moet plaatsen. Wij voor de reddingszwemmen. En ik hoef nou maar 1 keer volle bak te geven natuurlijk. En jij hebt gisteren ook al getraind, dus dat scheelt ook wel. Nou ja, je bent gewoon super goed. Ik zou zeggen, schrijf je in voor de WPFK. Ja, dan krijg ik druk. Ja. Ik moet ook al kleiduim schieten. Ook al. Het is een super dat talent. Was niet voor mij is dat serieus nog even werk aan mijn winkel. Ja, dat komt allemaal goed. Ik vertrouw er wel op. Ja. Ja, dat komt goed. Staan we lekker op? Mooi. Er is 1 ding om leuk te vertellen, want onze regio heeft een programma Vitaliteit, hè? Klopt, ja. Dat klopt. En hoe zit dat precies? Nou ja, de regio vindt het belangrijk om samen vitaal te zijn. En vanuit de vitaliteitsschijf van 5 pakken wij dat traject aan, zeg maar. En daar hoort dus het fysieke welzijn ook bij. En vandaar ook de link met de WPFK. Ja. Lekker fit in je vel voelen zitten. Dat heeft gelijk impact op de rest van de schijf van 5. Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk alle medewerkers kunnen er aan meedoen. Eigenlijk als ze willen. Zeker, ja. Als ze zin hebben, dan kunnen ze zich nog steeds inschrijven. Dat doen er al 40 mee, dus echt superveel.